staan we dan op 15 hoog midden in Rotterdam. En zoals je misschien wel merkt, is het hier eigenlijk heel erg rustig. Terwijl het daar beneden waanzinnig druk is. Nou, dat is precies waar de Rotterdamse dakendragen omdraaien. Een paar dagen lang gaan daken in Rotterdam open. Daken die eigenlijk normaal gesloten zijn voor het publiek. Daar mag je nu op met een dakpas. Je kunt er lekker eten. Je kunt er natuurlijk genieten van geweldig uitzicht, zoals hier. Ik zie de Euromast en de brug en noem maar op. En je kunt er bijzondere dingen beleven. En dat allemaal maakt dat je Rotterdam eigenlijk van een hele andere kant ziet en voelt en beleeft. En zo ontdek je dat het ook midden in de stad, die alsmaar drukker wordt, soms ook wel eens heel rustig kan zijn. En hier, tijdens de dakendagen, wordt er een supermarkt gebouwd. Nou, denk je, een supermarkt? Nou, een bijzondere supermarkt, een groene supermarkt, waarin je dingen kunt kopen om je eigen huis en tuin een beetje groener te maken. Plantjes bijvoorbeeld, of rekjes waar je de planten op kan zetten, al dat soort dingen. De dakendagen zijn altijd een beetje gek, dus ze maken zelfs een supermarkt met een lopende band en winkelmandjes. We komen om in de foodtruckfestivals hier in de stad, in Rotterdam. En ik hoor je denken, weer een foodtruckfestival dat jullie gaan aanraden. Ja, dat gaan we zeker doen, maar deze keer wel een hele originele, namelijk het Mals Vegan Foodtruckfestival. Ja, veganistisch eten en dan niet 1, 2 of 3 gerechtjes waar je uit kan kiezen, maar ruim 40 ondernemers staan hier. Absoluut de moeite waard om het een keer te proberen. Iets nieuws op je bord is altijd leuk, toch? Als je liefhebber bent van echte Amerikaanse auto's, heb je het in Nederland toch eigenlijk maar behoorlijk zwaar. Want zo vaak zie je die dingen niet op de weg. Maar hier in Rotterdam, midden in de Waalhaven, in hardcore Rotterdam, is een garage die auto's verkoopt. Auto's zoals deze, een echte politiewagen uit New York, kun je het je voorstellen. En heel af en toe organiseert deze garage evenementen. En daar kun je al die wagens gaan bewonderen. En dat niet alleen, je mag er gewoon in zitten. En jij met je hele gezin mag hierin. En deze sirenes die doen het dan ook gewoon. Nou, heb je dat gedaan, ga je lekker wat eten en wat drinken. En als je echt een zakje geld mee hebt, kun je zo'n auto misschien nog wel aanschaffen. Hey, wat is de charme van een Amerikaanse auto? De charme is dat van de Amerikaanse auto's eigenlijk dat het allemaal net even anders is als alle Europese auto's wat dat betreft. Het gevoel moet je in zo'n auto hebben. Er is helemaal in zitten of je nou een oldtimer is of een youngtimer of een wat jongere Amerikaan. Het is vaak het gevoel en de emotie die je spreekt in zo'n auto. De oudste tattoo convention van Nederland vindt de komende dagen plaats in Gorinchem. De 20e editie van Needle Art Tattoo Convention trekt 3 dagen lang tatoeageartiesten van over de hele wereld naar onze regio. Als bezoeker mag je jezelf uiteraard onder handen laten nemen, maar je kunt ook langs de stand struinen en kennis maken met allerlei stijlen en varianten van de tatoeagekunst. Ja, deze zomer is het zover. Dan staat Marco Borsato hier in het mooiste stadion van Nederland. Hij heeft een concertreeks, 5 keer gaat hij hier optreden. Ja, en de meeste kaartjes die zijn al lang verkocht. Ik bedoel, er was echt een run op de kaartjes. Alleen voor het zondagconcert zijn er nog wat tickets beschikbaar. En dat is goed nieuws. Ook deze keer gaat hij voor jong talent. Hij heeft Davina Michelle uitgenodigd. Een zangeres die wij op Rijnmond helemaal plat draaien. Zij is bekend geworden door de beste zangers van Nederland. En gaat absoluut een goede aanvulling zijn voor Marco Borsato. Hier in de Kuip. Deze zomer. Dit seizoen maakte hij zijn debuut. De Israëlische chefdirigent Lahav Shani. Als baas van het Rotterdams Philharmonisch Orkest moest hij het zien waar te maken. En dat lukte op indrukwekkende wijze. De piepjonge chef sluit zijn eerste seizoen af met 2 laatste concerten. En daarna heeft hij even vakantie om na de zomer ongetwijfeld vervolg te geven aan zijn indrukwekkende Rotterdamse dirigentschap. Als je liefhebber bent van reggae muziek, en dat zijn er in onze regio heel wat, heb je het eigenlijk best wel zwaar de laatste jaren. Want ga maar na, hoeveel legendes zijn er niet al overleden? Bob Marley is er niet meer, Gregory Isaacs is er niet meer, Dennis Brown is er niet meer. Dus als je naar een reggae concert wil, moet je goed zoeken. Toch zijn er ook legendes nog wel. En eentje daarvan, die komt hierheen, naar Dordt. We staan hier bij Bibelo, de popzaal. En zijn naam is King Yellowman. Yellowman voor fans. Jump, 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 jump. En
Yellow Man, zoals zijn fans hem noemen, is echt beroemd. 40 jaar geleden al brak hij door met hits vol zelfspot. Want dat is een beetje zijn kenmerk. Hij maakt niet al te serieuze muziek. En hij bleef bezig tot aan 1986. Toen sloeg het noodlot toe. Hij kreeg kanker en hij werd ernstig ziek. Nou, hij staat hier. Dat betekent dat hij het godzijdank heeft overleefd. Maar betekent ook dat zijn muziek anders is geworden. Hij is serieuzere muziek gaan maken. En dat is goed te horen. Hij maakt echte onvervalste reggae. Hier komt hij, King Yellow Man. Zo, dat was het dan. Je ziet het, er is voldoende te doen in Rotterdam en in de hele regio dit weekend. Heb jij nou nog tips? Laat het ons weten. Mail ons cultuur@rijnmond.nl. Tot zover voor nu. Heel veel plezier en we zien je volgende week.